Jawel, mensen. Deze hebben jullie nog even van me te goed. De laatste twee tablets van de Emerald tablets. En daarmee hebben we gelijk de hele collectie, zeg maar, eventjes gehad. En kunnen we ook eindelijk een beetje losgaan op onze eigen althans op mijn eigen interpretatie ervan. Maar dan zal ik toch nog wel eventjes eerst nog de laatste twee tablets moeten gaan voorlezen. En dat gaan we dus nu vandaag doen, mensen. Emerald Tablet 14. Aanvullende informatie. Aanvullende informatie over Atlantis. Luister, o mens. Luister naar de diep verborgen wijsheid die de wereld verloren heeft sinds de tijd van de bewoners. Verloren en vergeten door de mensen van deze tijd. Weet dat deze aarde slechts een poort is, bewaakt door krachten onbekend aan de mens. Toch verbergen de duistere heren de ingang die leidt naar het land dat uit de hemel is geboren. Weet de weg naar de sfeer van Arulu, zoals bewaakt door barrières die alleen openen voor de mens geboren uit het licht op aarde. Ik ben de bewaarder van de sleutels naar de poorten van het heilige land. Ik beveel bij machten die verder reiken dan mij om de sleutels aan de wereld van de mens over te dragen. Voordat ik vertrek, geef ik Ea de geheimen van hoe hij kan opstijgen uit de boeien van duisternis. Werp de ketens van vlees af die je gebonden hebben. Stijg op uit de duisternis naar het licht. Hoor, de ziel moet gezuiverd worden van zijn duisternis. En hier kun je de poorten betreden. Zo heb ik onder jullie de mysteries vastgesteld, opdat de geheimen altijd kunnen worden gevonden. Hoewel de mens in duisternis kan vallen, zal altijd het licht schijnen als een gids, verborgen in duisternis, gehuld in symbolen. Altijd zal de weg naar de poort worden gevonden. De mens zal in de toekomst de mysteries ontkennen, maar altijd zal de zoeker de weg vinden. Nu gebied ik hem mijn geheimen te bewaren en deze alleen te geven aan hen die getest zijn, zodat de kracht niet wordt gecorrumpeerd, opdat de kracht van de waarheid mag zegevieren. Luister nu naar de grote onthulling van het mysterie. Luister naar de symbolen van het mysterie die ik geef. Maak er een religie van, want alleen zo zal de essentie behouden blijven. Er zijn twee gebieden tussen dit leven en de grote reis van de zielen die vertrekken van deze aarde. Bij het huis van de machten der illusie. Ik heb tijd doorgebracht in het huis van de goden Osiris, het symbool van de bewaker van de poort, die terugkeert naar de zielen van de onwaardigen. Voorbij ligt de sfeer van de hemelgeboren machten, Arulu, het land waar de groten zijn gepasseerd. Daar, wanneer mijn werk onder de mensen is voltooid, zal ik me voegen bij de groten van mijn oude thuis. Zeven zijn de herenhuizen van het huis van de machtigen. Drie bewaken de poort van elk huis vanuit de duisternis. 15 zijn de wegen die leiden naar het doen ervan. 12 zijn de huizen van de heren van illusies. Elk ervan kijkt in 4 richtingen. Elk verschillend van de ander. 40 en 2 zijn de grote machten die de doden oordelen, die zoeken naar de poort. 4 zijn de zonen van Horus. 2 zijn de bewakers van oost en west van Isis. De moeder die pleit voor haar kinderen. Koningin van de maan, reflecterend de zon. Ba is de essentie, levend voor altijd. Ka is de schaduw die de mens kent als leven. Ba komt pas wanneer Ka is belichaamd. Dit zijn mysteries om te bewaren door de eeuwen heen. Het zijn sleutels van leven en dood. Haast je nu naar het mysterie der mysteries. Leer over de cirkel, beginloos en eindeloos. De vorm van degene die één was en in alles was. Luister en hoor, verspreid het en pas het toe. Zo zal hij de weg reizen die ik ga. Mysterie en mysterie worden duidelijk voor de geborenen van het licht. Het geheim van alles zal ik nu onthullen. Ik zal een geheim verklaren aan de ingewijden. Maar laat de deur volledig gesloten voor de onheiligen. 3 is het mysterie, voortkomend uit de grote. Hier zal licht op de wil verschijnen in het oeroude verblijf. 3 eenheden anders dan deze kunnen niet bestaan. Dit zijn de bronnen van evenwicht, de bron van schepping. 1 God, 1 waarheid, 1 punt van vrijheid. 3 komen voort uit de 3 van het evenwicht, alle leven, alle goede kracht. 3 zijn de eigenschappen van God in zijn lichten thuis. Oneindige kracht,
oneindige wijsheid, oneindige liefde. 3 zijn de krachten gegeven aan de meesters om kwaad te transmuteren, bij te staan in het goede gebruik van discriminatie. 3 zijn de onvermijdelijke dingen die God moet vervullen, openbare kracht, wijsheid en liefde. 3 zijn de krachten die alle dingen scheppen, goddelijke liefde, bezeten van volmaakte kennis, goddelijke wijsheid, wetende alle mogelijke middelen, goddelijke kracht, bezeten door de gezamenlijke wil van de goddelijke liefde en wijsheid. 3 zijn de cirkels van bestaan, de cirkel van licht waarin niets anders dan God verblijft en alleen God kan het doorkruisen. De cirkel van chaos, van waaruit alles van nature oprijst uit de dood. De cirkel van bewustzijn, waaruit alles voortkomt uit het leven. Alle dingen die leven zijn in 3 staten van bestaan, chaos of dood, vrijheid in mensheid en zaligheid van de hemel. 3 noodzakelijkheden beheersen alle dingen. Beginnend in de grote diepte van de cirkel van chaos, volheid in de hemel. 3 zijn de paden van de zielen. 3 zijn de paden van de ziel van de mens. Vrijheid ligt. 3 zijn de belemmeringen. Gebrek aan streven naar kennis. Geen gehechtheid aan God. Gehechtheid aan het kwaad in de mens. De 3 zijn zichtbaar. 3 zijn de koningen van kracht binnenin. 3 andere kamers van de mysteries worden gevonden. Maar niet in het lichaam van de mens. Hoor nu over degene die bevrijd is. Bevrijd van de boeien van het leven naar het licht. Wetende dat de bron van alle werelden zich zal openbaren. Zelfs de poorten van Urulu zullen niet gesloten zijn. Maar let op, o mens, wie betreedt de hemel als je niet waardig bent? Het is beter om in het vuur te vallen. Nee, de hemelse wezens gaan door de zuivere vlam bij elke omwenteling van de hemel. Ze baden in de inhoud van het licht. Luister, o mens, naar dit mysterie. Lang geleden, voordat je als mens geboren werd, verbleef ik in het oude Atlantis. Daar dronk ik in de tempel van de wijsheid, gegoten als een fontein van licht van de bewoner. Hij gaf de sleutel om op te stijgen naar de aanwezigheid van het licht. In de grote wereld stond ik voor de heilige gezeten in de bloem van het vuur. Hij was gesluierd door de bliksem van duisternis. Anders zou mijn ziel door de glorie uiteen zijn gespat. Uit de voeten van zijn troon rolde het als een diamant voor rivieren van vlammen, brullend door de kanalen van wolken naar de mensenwereld. De zaal was gevuld met geesten van de hemel. Het wonder van wonderen was het sterrenpaleis boven de hemel, als een regenboog van vuur en zonlicht gevormd. De geesten zongen de glorie van de heilige. Toen kwam er een stem uit het midden van het vuur. Zie de glorie van de eerste oorzaak. Ik aanschouwde dat licht hoog boven alle duisternis, weerspiegeld in mijn eigen wezen. Ik bereikte als het ware God van alle goden, de geestzoon, de heerser van de zonnesferen. Er is er één, zelfs de eerste, die geen begin heeft, geen einde, die alle dingen heeft meegemaakt, die alles regeert, die goed is, die rechtvaardig is, die de mensen ondersteunt. Toen stroomde er een grote schittering uit de troon, omringde en tilde mijn ziel op met zijn kracht. Snel bewoog ik me door de ruimtes van de hemel. Ik werd getoond het mysterie van mysteries, het geheime hart van het universum. Ik werd gedragen naar het land van Arulu, stond voor de heren en hun huizen. Ze openden de deur, zodat ik de oerchaos kon aanschouwen. Mijn ziel sidderde bij het visioen van verschrikking. Mijn ziel kromp terug van de oceaan van duisternis. Toen zag ik de noodzaak van de barrières, zag de noodzaak van de heren van Arulu. Alleen zij konden met hun oneindige balans de inkomende chaos weerstaan. Alleen zij konden de schepping van God bewaken. Toen ging ik rond de cirkel van 8, zag alle zielen die de duisternis hadden overwonnen, zag de pracht van het licht waar ze verbleven. Ik verlangde om mijn plaats in hun cirkel in te nemen, maar verlangde ook naar de weg die ik had gekozen toen ik stond in de hallen van Amenti en mijn keuze maakte voor het werk dat ik zou gaan doen. Ik ging voorbij de hallen van Arulu naar de aardse ruimte waar mijn lichaam lag. Ik rees op uit de aarde waar ik rustte, stond voor de bewoner, gaf mijn belofte om mijn groot recht op te geven totdat mijn werk op aarde voltooid was, totdat het tijdperk van duisternis voorbij was. Luister, o mensen, de woorden die ik je zal geven. In hen zul jij de essentie van het leven vinden, voordat ik terugkeer naar de hallen van Amenti. Je zult worden onderwezen in de geheimen van geheimen. Hoe
ook jij kunt opstaan naar het licht. Bewaar ze en bewaak ze. Verberg ze in symbolen, zodat de oningewijden zullen lachen en verwerpen in elk land. Voor mij maakt de mysteries moeilijk voor de zoeker om te bewandelen. Zo zullen de zwakken en de wankelende worden afgewezen. Zo zullen de geheimen verborgen en bewaakt worden, vastgehouden tot het moment waarop het wiel zal worden omgedraaid door de donkere eeuwen. Wachtend en kijkend zal mijn geest blijven in het diep verborgen land. Wanneer iemand alle beproevingen van de uiterlijke wereld heeft doorstaan, roep me dan bij de sleutel die je vasthoudt. Dan zal ik, de initieerder, antwoorden, komend vanuit de hallen van de goden in Amenti. Dan zal ik de ingewijde ontvangen, hem de woorden van kracht geven. Luister, onthoud deze waarschuwde woorden. Breng ze niet naar mij als je gebrek hebt aan wijsheid, een onzuiver hart hebt of zwak bent in je doel. Anders zal ik mij terugtrekken en zal je de kracht ontnemen om mij op te roepen uit de plaats van mijn slaap. Ga nu en roep je broeders op, zodat ik de wijsheid kan overdragen om je pad te verlichten. Wanneer mijn aanwezigheid verdwenen is, kom dan naar de kamer onder mijn tempel. Eet geen voedsel tot 3 dagen zijn verstreken. Daar zal ik je de essentie van wijsheid geven, zodat je met een kracht kunt schijnen te midden van de mensen. Daar zal ik je de geheimen geven, zodat ook jij kunt opstijgen naar de hemelen. Een godsmens in waarheid en essentie. Ea, Eb, vertrek nu en laat mij achter terwijl ik diegene oproep die jij kent, maar nog niet kent. Smaragd, tablet nummer 15, de laatste mensen, aanvullend wederom. Geheim van geheimen. Verzamel mijn kinderen die wachten om het geheim van geheimen te horen. Dat je de kracht zal geven om godsmens te ontplooien. De weg te geven naar het eeuwige leven. Duidelijk zal ik spreken over de onthulde mysteries. Geen duistere uitspraken zal ik je geven. Open nu je oren, mijn kinderen. Hoor en gehoorzaam de woorden die ik geef. Eerst zal ik spreken over de boeien van duisternis die jou vastbinden in ketenen aan de sferen van de aarde. Duisternis en licht zijn beide van dezelfde aard, verschillend alleen in schijn. Want elk komt voort uit de bron van alles. Duisternis is wanorde, licht is orde. Duisternis, getransmuteerd, is licht. Van het licht, mijn kinderen, is jullie doel in het zijn de transmutatie van duisternis naar licht. Luister nu naar het mysterie van de natuur. De relaties van het leven met de aarde waar het verblijft. Weet dat jullie drievoudig zijn in aard. Fysiek, astraal en mentaal. In 1/3 zijn de kwaliteiten van elke aard, 9 in totaal. Zoals boven, zo beneden. In het fysieke zijn deze kanalen. Het bloed dat beweegt in verticale beweging, reagerend op het hart om zijn kloppen voort te zetten. Magnetisme dat door de zenuwpaden beweegt, drager van energieën naar alle cellen en weefsels. En akasa die door de subtiele maar fysieke kanalen stroomt, de voltooiing van de kanalen. Elk van de 3 is afgestemd op de ander. Elk beïnvloedt het leven van het lichaam. Uit hen wordt het skeletachtige raamwerk gevormd waarlangs de subtiele ether stroomt. In hun beheersing ligt het geheim van het leven in het lichaam. Opgegeven alleen door de wil van de ingewijde wanneer zijn doel en leven voltooid zijn. 3 zijn de aard van de astrale bemiddelaar tussen boven en beneden. Niet van het fysieke, niet van het spirituele, maar in staat om boven en beneden te bewegen. 3 andere aard van de geest, drager van de wil van de grote, bemiddelaar van oorzaak en gevolg in jouw leven. Zo wordt het drievoudige wezen gevormd, geleid van boven door de kracht van 4. Boven en buiten de drievoudige natuur van de mens ligt het rijk van het spirituele zelf, want het is in kwaliteiten schijnend op elk van de vlakken van het bestaan maar 13 en 1. Het mystieke getal gebaseerd op de kwaliteiten van de mens. Zijn de broeders en elk zal de ontplooiing van het wezen sturen. Elk zal de kanalen zijn van de grote op aarde. De mens is op aarde gebonden door ruimte en tijd aan het aardse vlak en cirkelt elke planeet een golf van trillingen, bindt hem aan zijn ontplooiingsvlak. Toch ligt binnen in de mens de sleutel tot bevrijding. Binnen in de mens kan een vrijheid worden gevonden wanneer jij jezelf hebt losgemaakt van het lichaam. Stijg dan naar de uiterste grenzen van je aardse vlak. Spreek het woord door Elila uit
en dan zal voor een tijd je licht worden opgeheven. Vrij mag je de barrières van de ruimte passeren. Voor een tijd van de helft van de zon, 6 uur, mag je de barrières van het aardse vlak passeren. Zie en weet degene die daarbuiten zijn. Ja, de hoogste werelden mag je passeren. Zie je eigen mogelijke hoogten van ontplooiing. Ken alle aardse toekomst van de ziel. Gebonden ben je in je lichaam, maar door de kracht kun je vrij zijn. Dit is het geheim waardoor de boeien zullen worden vervangen door vrijheid voor jou. Kom, laat je geest rusten. Wees je bewust van je lichaam, enkel van vrijheid van vlees. Centreer je wezen op het doel van je verlangen. Denk keer op keer dat je vrij zou willen zijn. Denk aan dit woord, Laboum Gober, keer op keer in je geest. Laat het klinken, laat het geluid meedrijven naar de plek van je verlangen, vrij van de boeien van vlees door jouw wil. Hoor nu, terwijl ik het grootste geheim geef van hoe je de hallen van Amenti kunt betreden. Betreed de plaats van de onsterfelijke, zoals ik stond voor de Heere op hun plekken. Ga liggen, rust je lichaam uit. Kalmeer je geest, zodat geen gedachte je stoort. Eb moet in gedachte en doel zijn, anders zal alleen mislukking tot jou komen. Aanschouw Amenti, zoals ik heb verteld in mijn tabletten, lang met volheid van hart om daar te zijn. Sta voor de Heere in jouw gedachten. Ik sprak de woorden van kracht uit. Geef mentaal. Nakut el Sabel. Hel Saver bin Alhamra Zin Ephraim Kwar Allah. Ontspan je geest en je lichaam. Wees er zeker van dat je ziel zal worden opgeroepen. Nu geef ik de sleutel tot Shambhala. De plek waar mijn broeders leven in de duisternis. Duisternis maar gevuld met het licht van de zon. Duisternis van de aarde, maar licht van de geest gidsen voor jullie als mijn dag gedaan is. Verlaat het lichaam zoals ik je heb geleerd. Ga voorbij de barrières van de diep verborgen plaats. Sta voor de poorten en hun bewakers. Beveel je entree met deze woorden van kracht. Ik ben het licht en in mij is geen duisternis. Bevrijd mij van de boeien van de nacht. Open jij de weg van de 12 en de 1, zodat ik kan overgaan naar het rijk van wijsheid. Als ze je weigeren, zoals ze zeker zullen, beveel hen te openen met deze woorden van kracht. Ik ben het licht, voor mij zijn er geen barrières. Open ik beveel door het geheim van geheimen. Idan Allah hi subver azur adam. Dan, als jouw woorden de waarheid zijn van het hoogste, zullen de barrières vallen. En nu verlaat ik jullie, mijn kinderen. Nog steeds omhoog zullen de hallen waar ik ga. Volg het pad naar mij, mijn kinderen. Werkelijk, mijn broeders zullen hem worden. Zo voltooi ik mijn geschriften. Laat ze de sleutels zijn voor degenen die na mij komen. Maar alleen voor degenen die mijn wijsheid zoeken. Want alleen voor hen ben ik de sleutel en de weg.